Achter me in de Burgt gaat de derde glibbertrail van start. Anders dan vorig jaar is het fantastisch weer. Waar de mensen vorig jaar nog twijfelden of ze wel mee zouden doen of niet mee zouden doen, omdat het met bakken uit de hemel kwam, is het nou een zonnig zomers evenement. Zijn jullie er klaar voor? Ja, absoluut. Ja, zeker. Wat denk je? We staan hier met alle roadrunners, dus wij zijn er echt helemaal klaar voor. Lang getraind? Nou, dat nou weer niet. Maar wij denken dat we het wel gaan redden zo. Veteranen, dat zie ik ja, al. Ja, zeker. Ik loop voor de derde keer mee. Maar hij is mijn trainer bij Leiden Atletiek. Ja. Is het moeilijk om hem te trainen? Nee, het is een heel makkelijke leerling. Dus echt wat dat betreft, dat gaat prima. Onze reach the border, we see across the sea. Oh, rain the one around, maybe it's just you and me. We don't have to be afraid, nothing we can betray. Heaven knows we'll have a place where we can play. I know that it's easier to wish it all away than through another day. Hoe was het, de derde glibbertrail? Het was weer fantastisch, maar zwaar. Wat was er zwaar? De warmte. Nu was de warmte gewoon, toch? Ja. Het is nooit goed, hè? Of te nat, of te koud, of te warm. Het is warm, nou dat was het ook, ja. Maar voor de rest was het weer super om te doen. Het was echt leuk. Frits, een succes hè, dit jaar? Ja, het was weer leuk. Ik zag alleen maar blije gezichten, dus ja, daar gaan we toch weer voor. Hoeveel mensen deden er mee? 588 mensen deden er mee. En allemaal door Leiden. Hoe heb je het parcours vastgesteld? Want het was weer heel anders dan vorig jaar. Ja, dat is de verrassing ook. Hè. Het is een parcours met verrassingen. En ja, ieder jaar proberen toch weer iets leuks te maken. Voor volgend jaar ben ik al bezig. En ja, wordt weer anders. Tipje van de sluier? Je verwacht het niet, maar we gaan het toch doen. Bungee jumpen vanaf de mailfabriek? Nou, dat is iets te risicovol, bungee jumpen. Maar je verwacht niet dat je daar doorheen gaat lopen. En jij staat hier met een machine om t-shirts te bestempelen. Waarom krijgen we niet gewoon een medaille? Dit is een andere manier, want het is een t-shirt waar je ieder jaar een keteltje erbij krijgt. En dan wordt het een soort spaarkaart. En dat maakt het uniek, want dan kan je zien hoe vaak je meegedaan hebt.